Exclusiviteit hype. Is Protoss live? Waar zendt hij dan uit? Oh, wacht, lol. Ik rijd tegen vol tegen het verkeer in, gewoon. Dutch. Driving on the road inside of the road. Dutch, you blistering idiot. You blistering idiot. Hammond! Hammond! Oh ja, er is gisteren natuurlijk weer een nieuwe aflevering online gekomen. Ja, en die heb ik al gekeken. Ja, ik was het even vergeten. Ik was gisteren zo doodmoe. Het is reportable. Nou, niet meer hoor, want ik ga alweer met de richting mee. Weet je dan niets meer waar ik gisteren af heb gedaan? Is, ja, Minecraft. Is goed, Ton. Dan is het goed. En dan schijnt dat je ergens ook nog een trace in de stream hebt gedaan. Ik ga naar Bergen. Ja, dat gaat wel de bus worden. Naar Bergen, dan gaan we nog door, ja. Wat is goed, ja. Is iedereen, is heeft iedereen plan, ja, ondertussen iets of wat? Nee. Ik had nog iets. Simpelweg, ik kan niks vinden hier. Ook niet in het andere schermpie? Nee, want daar heb ik helemaal geen vrachten. Aha. Ton, die had ook al niks, die rijdt leeg mee. Ik heb Oslo of Göteborg, beide de verkeerde kant op. Ik had er voor eentje naar Christiansand. Ik heb Eurebro. Oh, dat kom je net vandaan. Doei. Doep. Ik heb Bari. Wie? Bari Harry? Italië. Oh. Ja, die heb ik ook. Bootje. 2700 kilometer. Ah ja, kan gewoon. Ik kan hem deze keer niet naar Italië gaan? Ik kan hem meenemen. We gaan naar Bergen. Ton, anders pak je gewoon iets en dan cancel je het zo meteen. Ik neem wel wat benzine mee, joh. Ja, tuurlijk. Altijd handig in de berg. Dan moet ik weer mijn route helemaal rerouten en dan krijg je dat gezeur weer. Dat staat nou al ingesteld. Ik kan natuurlijk ook afslepen en dan kom ik hieruit. Ja, nee, maar ik heb al heel mijn route naar Bergen erin staan en dan moet ik hem dan weer helemaal omleggen. Maar gaan we overtrekken of wat? Ik zit te wachten op iedereen. Ik weet niet, ik kan. Ik sta bij de oprit. Dan zo. Geen idee, ik ga naar Dutch. Ik ook. Nou, dan ga ik de snelweg op. Dan kunnen we in ieder geval op de snelweg kunnen we makkelijker wachten. Want hier was geen ruimte voor meer. Vamos. Vamos a la playa. Playa. Oh. Zeker weer een konvooi in de buurt. Yup. Ja, ik haal niet. Die weer meer op de kruis. What the fuck, rij ik hier echt door? Ik rij gewoon achter Jansen. Wil je een beetje naar achter, Cleo? Ja, we moeten terug. Moeten terug. Andere kant, Cleo. Moet hier af. Rotonde. Welke rotonde? Even een stukje terug, Cleo. Dank je. Ik zag geen rotonde hoor, Jans. Ik wel. Man. Ja, hey, hallo, kijk er nog uit, jongens. Is het zo moeilijk om uit Oslo te trekken in richting van Bergen? Nou ja, mensen snappen niet wat je moet doen hier. Ik zit altijd tussen op de snelweg. Ja, dat was ook mijn doel, maar de mensen houden geen rekening mee. Volgens mij rijdt Dutch voor mij. Jij rijdt net de afrit op. Correct. Wacht bij de Aquarius of zo, bij die tolpot of zo? Ja. Dag. Jansen. Ik in ieder geval wel eventjes. Wat? Geen 80, hè? I know. Is de rerun. Victor, inderdaad, bedankt dat je er was. Tot de volgende keer. Sorry, dat ik nog dit eerder had gezien. Vroege dienst, wetface. 7 uur, dat vind ik geen vroege dienst. Het is zondag, hè, morgen. Dan nog. Voor zondag is dat vroeg.
Ik heb gaspedalen. Ik heb de Logitech G27. Ik ben technisch. Alleen geen. Ik heb de schakel hiernaast zitten, de shifter. Maar ik pak hem niet. Nou, ik ga nog even naar het toilet tegelijk. Alweer. Ja, ik ben een lek of zo. Ja, ik ben nog wel eens lek, dat heb ik wel eens. Halen jullie dat allemaal in je vrije tijd of zo? Nee. Jansen, je kan hier nog wel bij, dan hoef je niet internet te proberen. Neem de afslag. Ik ga maar wachten voor Tampa. Wordt het weer hype? Let's go! Ik heb de sneeuwman. Ja, ik ben in ieder geval ook al bijna, jongens. Best wel. Ik heb een Dutch, een rijdende Dutch. Ja, ik wil zeggen, de rest is nog niet, hè. Missie Clio nog, Tom volgens mij nog. Allemaal met jullie witte trucks. Ik denk gewoon, ik ga voor groen. Cleo zit op 700 meter. En Tom die zit op 650. Ik sta alleen een beetje ongelukkig hier, moet ik zeggen. Is goed. Je kan nog een eindje verder, Rob. Ja, ik kan niet meer uit. Later, Victor. Ik sta hier wel weer door. Er zit ook niemand op aankomst, dus... dat wordt... Oh, dus morgen ga je Nipworth doen, Victor. Is die nou nog niet weg? Daar rijd ik door. Cleo is er ondertussen en Tony zit op 250. Volgens mij zijn we Team Scania. Oh, gingen wij. Ja. Wanneer ik het. Ik sluit gewoon aan. Ja, moet je nou niet letterlijk voor mijn neus in één keer stil staan. Thanks. What happened? Ja, ik dacht dat we gaan rijden, sta ik in de, dat hij er in één keer vol op de rem. Metster HD. Gelukkig heb maar 3% aan mijn vrachtwagen, dus dat scheelt. Nee. Ik heb geen... ik heb wel... Ik heb een Volvo ergens. Of is ja, ik ook. Nee, ik ook voor me. Gewoon met 90 over de rotonde heen. Kan gewoon. Zonder trailer wel, ja. Waarschijnlijk is dat dan Dutch. Wat? Die nu voor mij rijdt. Het heeft een IK-trailer bij, dus het zal wel. Als jij nu iets groens in je spiegel ziet, dan... Oh jee. Mets de HD heeft het aan de stok met Ton. Report it, Ton. Wij allemaal report blablabla. 621 report it. Kunnen we weer gaan staan wachten hier. Ik hoor een hoop getoeter. Ja, anders wacht je daar maar ergens. Ik weet niet of dat. Oh, komen we een convoy tegen. I don't care. Zo, best een groot convoy. Dat is wel een flinke. Don't mess with Tony. Oh, God. We will mess with you, my friend. Yeah, stay away. You what? Don't know the power of Russia. You mess with us, they will mess with you. Dankjewel. Staat hier een convoy ergens? Ja. Ja.
Oh, zijn we allemaal zo wat dezelfde paint job? Boring. Ja, wij zijn de enigste die dat niet doen van de grote cowboy. Iedereen wel. Wil ik ook graag zo houden. Aha. Waar is iedereen? Waar zijn jullie gebleven? Achter jou. Ik rij rondjes over de rotonde. Zo bij Dutch Bit. Je bent rijk om met dik 90. Oh, Jeppa. Warning, convoy. Dat moeten we ook hebben. Expanders. Hoe heet de Scania? Ik heb geen naam voor de Scania. Harry. Jantje. Jansen. Henk. Henk is de verkeerde naam, shooter. Met Robin. Denk die gast waar ik nog geld van krijg. Ik krijg niet alleen geld van hem. Ja, deze gast kent Henk, maar hij is een beetje hard. Hij is een beetje doof, dus een beetje hard. Oh, de type Scania. Ja. Dit is een. Inderdaad, een Scania S. Hype die hype, 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 hype. Geweldig. Dan 90. Neem de tweede afslag links. Je kunt ook de eerste nemen als je nog niet hebt ontdekt. Ja, dat doe ik. Heb de tweede ook niet. Ik heb hier een paar keer een rondje gereden op jullie staan te wachten. Een paar keer nog wel. Oh, die heb ik ook al. Die heb ik al een paar keer gedaan, ja. Komen ze al? Ja. Zegt u het maar. Ja? Niet! Nee, dat niet. Wat, ja? Pivo. Wat? Pivo. Ik smet dat ja zeker. Nee, dat betekent niet meer dan bier. Oh. Bier. Pivo. Zoek bier. Zoek Pivo. Poist Pivo. Een goedkoopste sturen pedalen. Zijn er genoeg? Moet je check GT? Die is niet goedkoop. Oh, nevermind. Je hebt er een aantal dingen zoals die Thrustmaster of wat soort dingen. Maar er zijn geen poolstuurs, er zijn zeg maar 180 graden stuur. Inderdaad, Thrustmaster heeft er wel 180. Kijk maar eentje naar 800 en 900 graden, dan is het meest. Nou ja, 180 is ook wel aardig. Daar ben ik ook mee begonnen. Ik ook, maar ik had er een schuitekel wel. Dat werkt echt bij mij niet. Ik heb gewoon een 900 graden stuur. Zo staat hij ook ingesteld, zo heb je 1 op 1 draaien ratio. Nee. Ook niet helemaal waar. Oh, bij mij wel. Bij mij niet. Ik heb gewoon lekker een PlayStation 4 controller binnen of buitenwegen. Dit is dat. Het hoort ook niet 1 op 1 te zijn. Misschien. Als je stuurbekrachtiging gewend bent niet. Nee, dat is wel. Die van mij die stribbelt ook tegen als ik die kant op stuur. Nee, als je stuurbekrachtiging gewend bent, dan moet hij bij hoge snelheid moet hij langzamer sturen. Ja, precies. Oké. Als je dat even niet meer rekent. Volgens mij zijn die aardig duur. De G27 moet je tweedehands kopen, dan is het misschien dat je daar nog een prijsje kunt uithalen. Maar... Zo, en ik moet hier op de berg even in de rem gaan. Anders zit je op inderdaad die G29 bijvoorbeeld, en dan zit je toch ook groot te denken aan bijna €300.
Nou ja, dat was mijn 27 ook. Ik was net te laat voor 27. Ik ben nou bezig voor 29. Hoe hard rij jij, Japan? Oh, deze heuvel. Wop op. Cruise control disengaged. Inderdaad. 134. Oh ja, denk om dit bruggetje, dat haal je niet met meer dan 100. 110. Of tenminste, jullie met een vracht misschien niet. 100. Oh jawel hoor, met 134. 124. Nou, ik ga nou even niet inhalen. 132. Dit bochtje dan waarschijnlijk niet. Waarom rijden jullie niks anders? Waarom kijk je stilstaan? Makkelijk. Met 122. Oh, dan heb jij je stability niet op z'n laagst. Maar ik snij ze ook af, hè? Vergeet dat ook even niet. Ja, maar dan heb jij ook je trailer stability niet op z'n allerlaagst. Ik weet niet of die er wat aan heeft. Klopt wel aardig. Waar zitten jullie nog eens, joh? We hebben dat brugje even gepasseerd. Ja, ik ook. Met iemand meer. Met zo'n 130. Ja, ongeveer. Hoezo, ik hier met 80 ging ik net naar beneden toe. Je moet ook je cruise control even uitzetten, Rob. Ja. Oh, die heb ik gewoon alles staan. Daar zei ik ook zo van cruise control disengaged. En ja, ik rijd nog steeds 130, want ik wil even tanken voordat iedereen voorbij is. Ik rijd ondertussen... Ik heb net op 80 gereden. Ja, ik heb gewacht tot ik ergens in de 80 reed, heb ik mijn cruise control weer engaged. Niks van mij gekregen. Trust GXT 288 Javel? Geen idee. Mooi, zou wat. Dat is goed thuis en niet trust, maar dat dingen. Je kunt altijd de dingen vragen in de chat. Maakt niet uit. Ja, yeah, volgetankt voordat Dutch in mijn zicht komt. Nou, die gaat wel eventjes duren voordat ik bij jullie ben. Hebben wij ook een mes om de bochten af te snijden? Ja. Niet! We zijn geen Belgen. Oh, Cleo zegt, ik start de berg af met 140. Anders houden we even gangetje 60 aan totdat Rob ook weer bij is. Ik kom nu bij een tankstation dan. Oh, daar rijden wij net voorbij. Nee, Rob komt niet bij het tankstation. Hij komt bij het bordje van tankstation. Ik wou het bordje, ja. Rob, nee, zit 5 uur langs het tankstation. Oh, daar zit je vlak achter ons. Daar kennen we al pas. Nee, Rob die zit 400 meter achter ons. Close enough. Ik heb Jeppa direct achter mij zitten. En die was even uitgevallen. Ik zie nu een of ander komen. Ja, ik heb op 60 staan de cruise control op dit moment. Ik heb er niet eens cruise control nu staan, maar ik ga niet meer uit. Het is maar 90 hier. Ik ben wachtwoord vergeten als je verder wil gaan. Welke bedoel je? De truckers MP? Dan moet je die op de website volgens mij wijzigen. Nee, heeft niks te maken met je profiel. En als je profiel bedoelt, dan is dat World of Trucks. Dan moet je daar omheen. En je profiel wordt niet gesynchroniseerd daarop. Oké, is goed, Cleo. Dank dat je er was. Jammer dat het niet zo heel goed ging. Rob is erbij. Ja, ik ga op 80. Maar ik moet maar even wanneer ik inhouden, dan zal ik Jeppa weer in. Ja, ik zit direct voor Jeppa. Tony komt ook. Maar dan moet je inderdaad even op die website kijken, dan kunnen wij niet heel erg veel. Wat rijden jullie op dit moment? 60. 60. 55. Want anders haal ik jullie daar weer in. Begint maar op wie wachten we dan? Dat vraag ik mij ook af. Ton is er. Dus, ja, die is er dan gaan we door naar de 80. Yep.
Ik wacht wel tot ik weer wat wits in mijn spiegel wil zien, want ik rij al heel de tijd achter. Dutch die rijdt voor mij en er rijdt daarvoor iemand langs het tankstation. Ja, dat ben ik. Oh, dan zijn we er bijna. Ja, er komt ook alweer wat wits in mijn spiegel. Met groot licht. Mogen we... Even wakker maken met een kopje koffie. Moet je even googlen naar Truckers MP? Koekje erbij. Of World of Trucks. Nou, ik heb een lekker biertje, kan ik je vertellen. Koekje erbij. Nee, een lekker broodje met gesmolten kaas. Oh, koekje erbij. Lekker. Met boter en kruiden. Wat voor kruiden? Ja, uit Frankrijk. Het heet Persiade. Het heet Persiade en het zit in. Even kijken. Ik heb het potje hier staan, dus dat scheelt. Hij woont gewoon in een heel leeg huis of appartement en er staat alles bij zijn bureau. Nou, zo erg is het niet. Ik heb het net eroverheen gestrooid vanuit het potje. Oh. Oh, ik dacht even over je bureau. Heb je een bureau in gesmeerd met boter? Ja, dit dan. Ik zeg wel eens niks. Echalote et de laïa. Jongens, ik glijd de bocht uit. Doe je goed. Ja, dat deed ik dus ook toen ik aan het oplezen was wat erop stond. Nou ja, als je bureau is smeerd met boter, dan zeker. Glibberig. Is goed, Leo. We zien je gewoon in de chat. Hey Dutch, ook deze met 90, hè? Ja, dus? Ik rijd 80, jongens. Ik 100. Oké, 80 is dit makkelijk. Deze is ook niet helemaal leeg. 80 ga je niet halen. Welke site? Dat is ETS2Map. Dan kun je, moet je wel even zelf even zoomen. Wacht even, ik zet hem er wel even in, Jansen. Ja. Als ik even dit bochtje maak... Ik wou dat zeggen. Dat was bijna de meer, Jan. Ja, ik zit nu met een muis in mijn rechterhand en de toetsen in mijn linkerhand. En waar is het broodje in je linkerhand? Waar ging je rechts trouwens, dit? Ja. Zwangsbremsung! Daar ging gelukkig mij... hebben we daar de handrem voor. And the next crashing, take the first exit. Yes, you take right, yes? Waar heb je dat broodje met boter nu weer gelaten dan? Het broodje met boter, met kruiden en met gesmolten kaas zit in mijn maag. Die is aan het zwemmen. Die schuift hij gewoon in één keer naar binnen. Wat is die de borstkrol aan doen? Nee, de kaaskrol. De kaas. Is goed, Kimo. Ik kan ook altijd rond blijven hangen. Je kunt op donderdag bij Rutko of op zaterdag bij mij kun je kijken. En als je op tijd bent en kun je zien waar we rijden, kun je altijd mee rijden. Als je wilt. Ja, ik vraag het meestal. Nee, dan wel eventjes echt een beetje backtrapping door. Volgens mij heb je een beetje engine troubles op dit moment. Zo? Ja, ik ben netjes dacht ik. Nee, hij viel in één keer uit. Oh! Hoeveel procent schade heb je dan? 20? Rotonda. In de tunnel. Rotonda della tunnel. Oh, hashtag team Volvo zegt scumbag Volvo. Oh jee. De love relationship is niet meer wat het is geweest. Haat-liefde verhouding. Rotonda. Roundabout, dus pas over. En je kunt er niet doorheen rijden, want dan ga je in een ja, zie je in Japan ook, ja! Dikke pilaar! Het is
stond er een paaltje. Het stond een klein paaltje hoor. Dat is een kleintje hoor. Dat is... Kleintje. Kleintje. Ja. Miniscuul, echt miniscuul gewoon. Rust een hele berg op, maar goed. Ah, dat is een detail hè. En details, daar beginnen we niet aan bij Eurotruck. Nee. dan moet je bij Minecraft zijn, dat kan alles. Oh, even die mooie brug weer. Met sneeuw. Nee hoor, een perfecte cirkel niet. Bergen! Dat kan wel, moet je een gigantisch groot maken. Dan is hij nog niet perfect. Het zal niet mooi afgesproken zijn, hè. Dat klopt. Cruise control hype. Wat doet trouwens die lelijke trein voor je nou? Hè? Wat doet die lelijke trein voor je nou? Die mooie 6400. Ja, moet daar geen Protoss. Weet je dat die nog uit de tijd is dat ik bij DB stage liep? Ja, dat weet ik wel zeker. Want jij gaat niet Victor als profielfoto gebruiken. Daar sta ik sta zelfs zelf op die foto. Ja, nee, dat zie ik. Ik zie een geel vestje. Ja, dat was een jas. Ja, maakt niet uit. Zo toen groot is die foto geel, ook trouwens. Weer niet. Toen was hij nog geel. Tegenwoordig is die zwart. En ik kan niet dichterbij gaan rijden, want dan zit ik in je. Tom Forte, in de middle of nowhere. €93. Jee. Ze kan back horen. Toen begon te sneeuwen. Ergens last van. Nop. Spookrijder. Normaal niet, in al slagje. Bijna de hele tijd bijna ons spook rijden. Ik had je kunnen... Hey! Ik had je kunnen... Hey! Tegenliggen. Reportable! Hey, ah. Martijn, goedenavond, welkom. Volgens mij is WIDM afgelopen. Yep. Ja, Martijn laat zijn gezicht zien. Er komt een Frenkens in de chat. Frenkens hype. En hoe was die eerste aflevering? Henk is de mol. Oh, ik dacht Linda. Wat? Als heel veel wie dus de... Het zou wat zijn als ze zo'n TV is de mol. Episode 1 of 1. Sowieso John. Ja. En Johnny. Ja. Ik heb geen idee over wie het heeft. Oké. Okay. John de Mol, Johnny de Mol. Linda de Mol. Die heette zo. Hier, kijk op de kaart van Kiev. Tegenliggen, Dutch. Volgens mij is hij weer zijn mond aan het volproppen. Hij heeft nog een broodje gevonden met kruidenboord. Of hij zet de rest van het potje leeg te eten. Met de vinger. Ik denk dat die potjes denken die op de kermis gaan kopen. Of weer een plaspauze. Hij is wat aan het typen, Russisch aan het typen in de chat of zo. Knip. Wow. Ja, dat is Kiev. Dat weet ik eigenlijk zo wat zeker. Kiev. Daar staat inderdaad Kiev. Kiev, wat? Nou, doei wie dat ook was. Ik zie een hele hoop groene stipjes de berg afkomen. Dat nog iets. Is het toch de bedoeling dat elke aflevering iemand afvalt? Gefeliciteerd, 5 kilo lichter. Sander, goedenavond, welkom. Hallo. Beetje aan het experimenteren met je Benelux.
Benelux. Ja, de man 57. Heeft hij klaar gekocht. Oh, de Benelux-versie. Ja. Wat else? Ik kijk nog steeds uit op zich wel naar die 46. Ik had laatst in dat boek van de boek van de Benelux-trein. Oh, die moet ik zeker van treinen in Bergen, 15 toen Martijn Bergen. Ja. En daar zag ik inderdaad de mat 57, de achteren mat 46 en de achteren mat 54. En 46 en 54 waren groen. Ja, dat is de eerste versie van de 46. 64 euro. Nou, meer mensen komen er niet om het hoekje. Ja, ik zal het niet weten. Ik ben onderweg door Bergen naar Polaris om daar te gaan parkeren. Het is een keer lekker rustig hier in Bergen. Ja, vorige keer was het wel anders. Dat nou niet te hard, daar komt er weer een heel konvooi van de boot afgerold. Alsjeblieft niet. Oh, dit is wat we doen met 80 hoor, dit. Nou, net het laatste stuk en bak je niet meer. Ik zie Dutch trucken. Midden, plaats. Hugging the wall, again. Wacht hier wel even stil. Je neemt de verkeerde kant. Ik neem deze gewoon, ik vind het goed. En anders doe ik hem andersom. Die is weg, kan ik mooi ook even maken. Ik zo, en nu achteraan. Het is Nederland. Ik ga vaak waarom ik wacht, geef je even de ruimte om in te keren. Ik zie het mis iets. Satisfactory. Oh, ik heb nog wel 15 pontjes erbij. 6000 schade. Wauw. Le spam. It's a head-on collision. Klinkt goed. Juist, ja. Goed werk, voor wat? Ik had hem geen schade. Iedereen met zijn witte trucks. 1,6% schade, voor wat? Level 30 elite, ho! Nice. Bij mij heeft letterlijk iedereen een witte truck, behalve ik. Wat zou ik pakken, jongens? Just in time of meer vriendelijk? Doe maar wat. Wil je vriendelijk als laatste meestal? Doe maar just in time, want dan krijg je gewoon meer geld. Yes. Meer points. It's all about the money. Gaan wij heen? Ik vind het zeer goed. Ik sta hier. Engeland. Daar staat Tom, die staat naast me. X-Shooter staat er ergens achteraf. Dutch weer in het midden en Rob die stond helemaal bij zijn vrachtwagen. Ja, jullie scumbags komen niet naast mij staan. Ik zeg, we gaan naar Engeland. Dat is maar 2200 kilometer. 1150. Waar was mijn spel in het Engels? Ik heb hem op het Engels gewoon gezet. Ik zei, al spel op het Engels staan. Ik heb een vrachtje naar Carlisle. Inderdaad, zoals wat Treinmal is zegt, zo van... Ik heb Birmingham. Ik heb Stavanger. Hij blijft altijd in Zweden, wat. Birmingham heb ik er ook. Hoeveel kilometer is dat? 2200. Maar je kan ook een andere route nemen die veel korter is. Wow, zeg, deze gaat via... Veel korter. Gewoon ik zeggen, een boot hier vandaan naar Hirtshals en dan Esbjerg rijden en dan gewoon naar Sheffield met de boot. Prima. Of naar Carlisle, wat we willen. Ik heb Carlisle, wat heb ik hier staan? Waar staat die dan?
Corlaus is misschien wel prettig, want dan kunnen we daarna naar boven natuurlijk. Dat is wel grappig, denk ik. Schotland in. Jeppe zegt Corlaus. Daar zijn we nooit geweest. Dat doen Frank... we niet toch? Dat is Frankrijk. Nee, Carlisle. C-A-R-L-I-S-L-E. Carlisle. Ja. Heb ik niet. Land distance 1150, ferry distance 760. Maar dat gaan we volgens deze ga je via de weg langs Stavanger en Kristiansand. 1150 kilometer, volgens mij hebben die niet. Nee. Grote zakken met zaden. Ja, inderdaad. Big bags of sea. Ik heb alleen Birmingham. Nou, Birmingham toch? Zelfs ben ik niet bij. Birmingham. Die heb ik wel niet. Birmingham heb ik wel, ja. Ik heb ook Cardiff. Ik ben hier nou. Ja, doen we Birmingham anders gewoon. Ik heb geen Birmingham. Dan drukken we nu allemaal op verversen. Ja. 3, 2, 1. Refresh. Cardiff. Even kijken. Ik heb... Cardiff. Stavanger, Kristiansand, Frederikshavn, Aalborg, Oslo, Göteborg, Jönköping, Malmö, Hamburg, Växjö. Galai heb ik nou wel. Ja! Ik niet. Ik ook. Ik heb helemaal niks naar... Ik heb Gdansk. Cardiff heb ik ook. Ik heb alleen Cardiff en Carlisle. Ik heb helemaal niks. Ik heb Cardiff. Helemaal aan het einde heb ik Cardiff. En dan gaan we volgens deze kaart via Denemarken, Duitsland, België. Ja, dag. Luxemburg. Dat gaan we niet doen. Nee, Luxemburg niet. Ja, Eschberg. Naar Grimsby. Ja, Cardiff heb ik. Nou, dat doen we niet, toch? Maar wel met de bootjes, hè? We gaan niet in de vleugels eind rijden. Nee, ben niet gek. Nee, ik ook niet. Lamb stomachs, dus de magen van de magen van de lam. Nee, oh, lamsvlees. Hier staat stomachs. Boeit niks, lamsvlees. Ik zie ook dat ik hem in één keer in Nederlands heb staan, als ik open. Pak we die. Zo, ik dacht ik in Ierland. En dan gaan we zometeen met de boot naar Heertals, denk ik. Ja, ja, en dan rijden naar Eschberg. Ja, en dan met de boot naar Grimsby. Straks dan wel ergens een keer onderweg. Via Birmingham naar Cardiff, denk ik. Eerst die aanhanger maar eens ophalen. Kijken hoe die route kunnen bouwen. Ja, dan wacht. Kijk, doen we daarna even naar de reparatie. Waarvoor? Ik moet nog even repareren. Ja, maar dan moet je ook niet tegen een lantaarnpaal aanrijden. Hé! Hey. Ik moet Tom, moet je even een paar keer even refreshen, misschien dat je er zo meteen eentje hebt. Of iets naar Birmingham, kom ook langs, of Grimsby. Ik sleep net wel af, dat is net zo handig. Ik heb nog een garage, toch? Ik ben net zo afsleven. Ik zit ook een hele weg. Ja, maar dat kost weer geld. Boeiend. Niet dat ik dat merk hoor. Niet dat ik dat merk met 160 miljoen, maar... Ik ook niet. Ja, nee, dat is toch... misschien kom je wel op de 159 miljoen. Oh, nee! Ik weet niet, hoe verder je geleveld bent, hoe meer geld je ervoor krijgt. Dan zak je toch 20 plekken op de... wat is het? Top 500 rijkste. Ik rij alvast naar de haven toe, hè. Oké.